Ik heb wel altijd zin om die pil te nemen. Dat is wel echt zo'n momentje dat ik denk van... Yes! In dit drieluik ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... wat de ADHD-medicatie met ons doet en of het nou echt nodig is. Eerst even heel diep inademen. Ben je nu niet echt jezelf heel erg aan het voorbij lopen? Werkt het nou echt goed met het concentreren? Of werkt het nou goed om mezelf wakker te houden en meer werk te kunnen doen? Het is eigenlijk alsof je een soort MDMA of speed gebruikt. Zo voel ik me dan. Hier, de amfetamine. Hele dikke, vette bimbo. Ik denk dat het ongelooflijk zwaar is om dat te doen zonder medicatie. Ik denk dat je jezelf echt enorm tegenkomt. Niemand mocht aan jouw pillen komen. Om je kinderen dan ook pilletjes te gaan geven, weet je wel? Ik hoop natuurlijk niet dat dat al die jaren voor niks is geweest... dat ik 10 jaar aan die pillen heb gezeten. Je bent niet te remmen. Ik wil ook niet, zeg maar, dat mensen denken dat ik me verschuil achter dit label of zo. Ik kreeg ontzettende hartkloppingen. En toen op een gegeven moment dacht ik, weet gewoon niet wat ik moet doen. Zonder die pillen, wat blijft er dan nog over? Stream alle afleveringen van Moordpillen op NPO Start.